Everybody get up. Binnen 4 dagen is het Halloween. Ik weet, in België wordt het niet echt gevierd en wij thuis zelf vieren het ook niet echt. En het is niet zo dat we ons hele huis versieren. Maar het leek me leuk om vandaag een make-up tutorial te doen voor Halloween. En ik wil me gaan opmaken als een zombie. Dus laten we maar snel beginnen. Allereerst zien zombies er heel licht uit van huid, omdat ze ja, dood zijn natuurlijk. Dus daar gaan we ook voor zorgen. Ik ga beginnen met een Essence Match to Cover Cream Concealer. En ik gebruik deze lichtkleur voor onder mijn ogen. Ik ga niet echt mijn wallen wegwerken, want dat wil je natuurlijk niet. Je wil er echt moe en dood uitzien. Dus ik wrijf het er zeg maar gewoon onder en laat het ook wel vrij goed zitten. Zo, nu heb je echt zo van die witte strepen. Daar ga ik nog eens over met mijn Stay Natural Concealer van Essence in de lichtste kleur 01 Soft Beige. En die breng ik er overheen aan. Dat ik er echt goed moe uitzie. Want zombies slapen natuurlijk niet. Dus ja, dan moet je er ook niet wakker uitzien. En dat dab ik in met mijn foundation kwast van Hema. En je kan het zo'n beetje rond je ogen deppen tot alles een beetje lichter wordt. Zo. Dan een lichte poeder van de Action in de kleur 261 Nude. En die breng ik aan met mijn multifunctionele kabuki kwast van de Hema. Waar ik over laatst nog een video van gemaakt heb. En die breng ik ook aan. Ik heb voor de rest geen foundation of BB cream op. Want dat bedekt veel en het hoeft eigenlijk niet. Voilà, die is aangebracht. Dan ga ik verder met een babycream van Goodbye Makeup. Maar die ga ik niet gewoon over mijn gezicht aanbrengen. Maar ik ga die mengen met een groene oogschaduw. Ik denk dat ik deze ga gebruiken, want die is een beetje grauw van kleur. En die ga ik mengen met de babycream. Vandaag heb ik de groene oogschaduw gemixt met de BB cream en daar ga ik een beetje mee shapen en dat doe ik gewoon met de foundation kwast. En dat ja, je gezicht heel ingevallen lijkt en dat je een groene schijn gaat creëren. Als je een buffer brush hebt, gebruik die dan, want dat is veel makkelijker om mee te shapen. Want met een foundation kwast kan je eigenlijk niet shapen, maar het is meer om het aan te brengen. Maar doe dan echt wel de shape-beweging. Ook aan de andere kant. Dat je gezicht er echt heel ingevallen uitziet. Lelijk en een groene schijn heeft. En dat doe je dan aan beide kanten van je gezicht. Dan ga ik een beetje een paarsige kleur gebruiken. En die ga ik ook mengen met BB cream voor rond mijn ogen te doen. Dat je echt heel moe lijkt en alsof het lijkt dat je jaren niet meer geslapen hebt. Voilà, de BB cream is gemengd met paarse oogschaduw. En die breng je hier volledig aan op beide ogen. Zo, helemaal rondom. Tot onder je wenkbrauw kan je dat aanbrengen. Het doet helemaal niet zo netjes, want ja, het moet er gewoon heel paarsig uitzien. Echt net alsof je een blauw oog hebt, zeg maar.
En om de kleur extra aan te zetten, ga je gewoon met de oogschaduwkwast in diezelfde paarse kleur. En die breng je aan over je ooglid. Dat het extra goed opvalt. En dan ga je nog eens over met de kwast. Dat je het mooi kan meenemen naar beneden. Voilà, de ogen zijn dan klaar. Dan neem je nog een heel klein beetje zwart. Meng je ook met BB cream. En die ga je ook nog aanbrengen over dat ooglid. Dat er allemaal nog slechter uitziet. Is voor Halloween natuurlijk, dus dan mag dat. Voilà. Dan de lippen. Ga ik de Baby Lip Cherry Me gebruiken. Breng ik een dikke laag van aan. Het echt heel rood uitziet. Als je uitschiet is het niet eens erg. Ga maar een beetje buiten de rand heen. Dat lijkt alsof je net iemand hebt opgegeten of zo. Dit is het verse bloed. Dan ga je nog een felle rode lipstick gebruiken. Als je dat in je stash hebt, kijk gewoon een beetje naar... een rode lipstick. Dan neem je een lipkwastje. Daar ga je mee in de lipstick. En dan breng je zo'n beetje de grond aan. Dat het zo'n beetje lijkt op opgedroogd bloed. Van je avondmaal. Of wat dan ook. En dat zet je zo'n beetje op een paar plekken... in de buurt van je lippen. En dan kan je dan nog eens overgaan met je vinger. Een beetje zachter wordt van kleur. En nogmaals met de babylippen over. Over die plekken. Dan het haar is ook belangrijk. Ik doe mijn diadeem uit mijn haar. Ik ga mijn haar kammen. Oké, dit ziet er echt grappig uit. Meestal maak ik echt mooie make-up looks en zo. Maar nu is het echt zo helemaal uit de lijn. Hè? Wat je gaat doen is je haar lichtjes touperen. Dat het ja, trommeliger gaat uitzien. Dat je echt net op een zombie lijkt. Tangle-teaser is er eigenlijk een geschikte kam voor, want je kan er heel makkelijk mee touperen. En aan de andere kant doe je hetzelfde gewoon met de kam tegen je haar inborstelen. En dan kan je er zelf nog een beetje mee spelen, een beetje een kneden. Dat het allemaal nog wat frizzier wordt, wat wilder wordt. Hier van boven kan je wat plukken nemen. Wat toeperen. Dat het echt allemaal wat hoger wordt. En zo, dit is mijn Halloween make-up tutorial. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik ben helemaal geen specialist in grim make-up, dus film make-up. Maar het is maar een beetje voor het idee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vast een duimpje omhoog en dan zie ik jullie snel weer. Doei!